Hallo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag een Road to 15 Killstreak video. De vorige keer weet ik eigenlijk niet meer hoe het was gegaan. Volgens mij was ik toen helemaal niet zo serieus voor een 15 Killstreak. Maar we spelen een potje Domination op Comeback. Dit is niet echt... Ik heb voor mij nog... Oh jawel, ik heb hier al één keertje heb ik een 25 Killstreak op deze map gehaald. Maar voor de rest heb ik volgens mij niet echt hoge streaks op deze map gehaald. Op deze map. Ja, ik zei het gewoon goed. De enemies zijn best goed, want ik zat net ook tegen ze en ik werd echt destroyed. Maar ja, dat was ook mijn eerste potje van de dag, dus ja. We gaan gewoon een 15 killstreak halen. En dan... die kerel is echt goed. Nou, hij heeft ook de incident hier en ik ook. Maar... ik zit een beetje... een 15 killstreak, dat zou... duurt me waarschijnlijk niet veel, heel erg lang. Dus ik denk dat ik hierna, ik denk dat ik gewoon de game modes waar ik best makkelijk 15 killstreak op kan halen, dat daarvoor ga ik deze serie proberen te halen. Jezus man, what the fuck. Maar daarvoor ga ik denk ik de 15 killstreak proberen te halen, want op zich zou het niet al te moeilijk moeten wezen om op Domination een 15 killstreak te halen. Of ik zit gewoon constant te prutsen, dat kan natuurlijk ook. Fucking teammate. Maar, dus, what the fuck man. Deze kerel man, je ziet iemand wegspringen. Oh ja, ik moet hem eerst killen. Blablabla. Maar ja, ik moet sowieso, op Domination moet sowieso wel lukken. Ik denk dat ik eerder trouwens nog op Free for All een 15 killstreak haal als op Domination. Omdat, what the fuck is dit? Die kerel, dit is echt bullshit. Dit is echt pure onzin. Maar ik denk dat ik op Free For All eerder 15 killstreak ga halen als op Domination. Omdat Free For All heb je niet echt met... what the fuck gebeurt er nou weer? Free For All heb je niet last van je teammates. Alleen last van je enemies. Alleen je enemies zijn vaak niet zo heel goed. Dus dan destroy je die gewoon. Ik heb ook al heel vaak wel hoge streaks gehad op Free For All, dus dat moet wel lukken. Dus deze serie duurt denk ik nog wat langer. Gewoon, ik hou deze serie er nog wat langer in als alleen 15 kills. What the fuck is... what? Deze enemies, jongen. Jezus. Nou, eens even kijken. What the fuck? Daar keek ik nog. Nou, hup, even iedereen muten. Ik hoorde er iemand op praten. Maar, dit potje is ook echt fucking traag. Omdat die enemies met z'n allen lopen te campen. Dit is echt bullshit. Dit is echt een bullshit potje. Ik ga echt veel te slecht voor hoe ik speel. Ik denk dat ik een beetje een andere tactiek moet gebruiken, alleen ik weet ook niet wat voor tactiek. Want die kerel met zijn insanity, die kill me echt gewoon in één, nou, veel te snel. Gewoon alles raakt de hele tijd, dat nergens op slaat. Hier zit weer iemand te campen. What the fuck is... godver... wauw. Wauw. Dit is echt zo'n bullshit. Zo erg die kerel zat te campen dan ook. Hier, fuck jou. Fuck jou. Nee. Waarom ben ik nou? Die kerel, jongen, die is zo triest. Met zijn average Joe. Fucking hell, man. Die kerel, die kan echt niks. Hij zit gewoon constant te campen. Dit is echt verschrikkelijk. What the fuck is er aan de hand? Nou. Ik ga op dit potje ga ik nooit een 15 killstreak halen. Dat kan ik nu wel zeggen. Dit gaat echt veel te slecht daarvoor. Even kijken. Of ik een beetje met deze insanity overweg kan.
Killsteel. Nou ja. Daar zit weer iemand te campen, waar is hij heen? Maar, even, die camper dood. Ja. Ik wist dat hij op mij zou schieten, maar dat boeide me niet. Ik wou die camper dood hebben. Oké, hij is ook alweer dood. Maar dit is echt een raar potje. Nu gaat het wel weer beter. Oh, dat was echt slecht. Maar ja, nu gaat het wel weer beter op zich. Ik ga niet negatief volgens mij. Alleen, ik ga echt raar dood. Ja, ik ga 16 om 12. Volgens mij heb ik ook nog geen eens een 5 killstreak gehaald, dit potje. Wow. Maar ja, ik vind wel echt dat ik binnenkort die 15 killstreak moet gaan halen. Want zo lijkt het wel een beetje noob. Als ik constant maar op 5 killstreakjes dood ga en zo. Maar eigenlijk is Domination is ook niet echt mijn game mode. Ik ben meer echt van TDM en Free For All en zo. Daar maak ik meer kills op als op Domination. Want op Domination heb je gewoon. Fucking hell man, what the f. Wauw! Deze enemies man. Jezus. Godverdomme. Nee! Flikker op man! Wat een kutkind. Weer diezelfde kerel. Volgens mij zitten ze gewoon te trollen. Gewoon voor de grap. Alleen. Ik weet niet zeker. Nou, even C pakken dan. Teammate, voel wat uit. Ik heb 4 caps en iemand anders heeft er 7 van ons team. Ik wist dat hij daar zat. Ik zag hem al lopen, maar ja. Maar ja, op deze manier ga ik dus nooit mijn 15 killstreak halen. Als ik constant bij de eerste. What the fuck? Opeens weer een hele enemy team voor mijn neus. Fucking Barbert. Dit is echt een van mijn slechtste potjes in lange tijd. Dit gaat echt verschrikkelijk. Dit gaat echt heel slecht. Ook gewoon. Oké, ik ga 19-16. Ik ga niet. Nou, de bullshit kills zijn het. Zijn het nieuwe op het moment. Niet. Niet dat ik slecht ga. Die kerel had mij echt moeten hebben, maar ja. Lucky me. Jezus man. Dit schiet er niet op. Ik heb net weer 1 kill gemaakt. Er zat weer iemand te campen daar. Dit is echt. Ik wil gewoon op een streak komen. Alleen zo gaat het nooit lukken, man. Killsteal. Fuck jou. Fuck jou. What the fuck, man. Die Insanity. Hij heeft precies hetzelfde erop staan als mij. Alleen op een of andere manier killt hij me veel sneller dan ik hem. Oké, ik was net wel weak, maar ja, dat moet niet. Daar trekken we ons gewoon niks van aan. Waarschijnlijk is het ook gewoon een team die echt voor de win en zo aan het spelen is. Maar ja, boeien. Hier gaan ze sowieso zo meteen spawnen, dus. Eens even kijken, waar blijf je? Kom maar. Ik zag je. Oh, nee. Er zat hier net een enemy, maar ik weet niet waar die heen is. die enemy werd gedestrooid daar. Oh, hier zit een enemy man. Oh nee! Oh fuck, wat een camper! Wauw, hoe kan hij me zo goed zien man? Je kan dat toch helemaal niet zien, het was veel te donker daar. Oké, okay, eens even kijken. Die sniper is best goed. Even kijken. Oh, dat was een no-scope, laat maar, hij is helemaal niet goed. Ik dacht, als hij me quickscope, dit is echt een geweldige span ooit. Span ooit? Ja, span. Oh, kom op. We
er zijn vier enemies en er zitten er twee knijter uit te campen. Dat werkt dan niet. Weet je wat wel echt jammer is trouwens, dat bedenk ik me net. Op Black Ops 2 en zo en op MW3 had je een tag insertion. Dat is dat je overal kan spawnen waar je. Dat je dat ding neerlegt en dat je dan kan spawnen waar je wil. Alleen, het is best stom dat je dat niet hebt op Advanced Warfare. Want het zou pittig chill wezen. Gewoon dat je gewoon gelijk weer naar het gevecht toe kan. Nou, dit was echt een klotenpotje. Als ik ook al 5 kills die ik heb gehaald, vind ik dat knap. Dit ging echt heel slecht. Ik ga eens even kijken. Wauw. Jongen. 8000 XP, dat is nog best redelijk. Medals. Oh ja, hier moet ik kijken. Ik heb nog niet eens een 5 kills die ik gehaald. Maar ja, mensen die deze video hebben gekeken, vergeet niet een like achter te laten en te abonneren. En dan zie ik je wel weer bij een volgende video. Doei!